Ik ben Karel van Akker, professor duurzaam materiaalbeheer aan de KU Leuven en hoofdpromotor van het steunpunt Duurzaam materiaalbeheer in een circulaire economie voor de Vlaamse regering. Circulaire economie is een prioriteit voor Vlaanderen. Maar wat is dan nu die circulaire economie? Wel, in essentie gaat het over de manier waarop we grondstoffen en materialen gebruiken in onze economie. Voor de meeste producten hebben we honderden keren meer grondstof nodig dan uiteindelijk in het product zelf terechtkomt. Bovendien kent dat product meestal een korte levensloop en daarna is het puur afval. Het is toch te gek dat we zoveel grondstoffen en ook energie verbruiken voor een product dat kort meegaat en waarvan de waarde daarna volledig verloren gaat. Kunnen we dat niet beter doen? Dat kan. Dat kan als we de levensloop van dit product circulair maken. Dat wil zeggen dat na het gebruik, nadat het zijn functie heeft uitgeoefend, het product terug opnieuw in dezelfde kring of in een andere kring zijn functie kan uitoefenen. Dit is een heel simpele voorstelling van circulaire economie. In realiteit is het veel complexer. Dan hebben we allerlei kringen die op elkaar ingrijpen. Bijvoorbeeld voor een computer hebben we ook elektriciteit nodig, we hebben batterijen nodig, we hebben USB-sticks nodig. Bovendien zal er heel wat externe invloeden zijn op die circulaire economie. Grondstofprijzen, oude wetgeving, die zullen die circulaire economie mee vormgeven. Met het steunpunt willen we die complexiteit beter in beeld brengen en willen we ook modelleren welke beleidsmaatregelen die circulaire economie beter kunnen verankeren. Met ons onderzoek willen we dus het beleid ondersteunen om circulaire economie in Vlaanderen te stimuleren en te verankeren.